Dit is even een korte video voor Luke en Benny. Abonneer en like deze video vast. Jullie weten dat vorige week woensdag en deze woensdag is geen lange video gekomen. Ja, het is super jammer, denk ik, vinden jullie. Volgers, weet ik veel allemaal wat jullie zijn. Maar, weten jullie waarom er helaas geen video's meer online komen? Omdat ik super druk bezig ben met bewerken. Kijk, op Lucky en Benny maken we geen video meer. Omdat ik ook niks meer te bewerken heb van video's. Er komt nog wel een leuke supply video. Dat is van mijn kamer uitgefilmd, dus jullie zien meestal mij. Dus dat is natuurlijk super jammer, denk ik, vinden jullie. Dus het is jammer. Maar... er komt kamp. Wij gaan op kamp. En dan denk ik natuurlijk van... Oh, kamp. Maar wil je dat opnemen? Natuurlijk wil ik dat opnemen. Voor jullie speciaal gaan wij kampvlog maken. Kampvlogs. Daar heb ik super veel zin in. En kijk, we zijn bezig met een werkstuk. Ik heb al een werkstuk natuurlijk al. We zijn super druk bezig met alles en nog wat. En ik heb gewoon super veel zin in kamp. In de kampvlog. Want er staan nog wel wat video's op mijn laptop. Lenovo, super goed merk. Dus zeker even naartoe. Deze laptop kocht ik bij de BCC. In de beschrijving vind je denk ik de link naar de site. Duurt nog wel een tijdje. Over een week zie ik de beschrijving. Nou ja, ik kijk wel. Maar deze heb ik bij het BC. Super goede laptop. Ik zou hem ook kopen. 500 gigabyte, 300 euro. Wauw. Mooie laptop. En je kan er super veel mee. Jullie denken van, gaat Luc nou vertellen wat hij van zijn dingen vindt? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk, dat kan ik wel even doen. Dus dan pak ik even mijn camera erbij. Kijk, dit is pas echt een camera waarvan je ja tegen zegt. Ik wil deze camera. Deze camera die zul je niet meer tegenkomen in de nieuwe winkels, want hij is ook heel oud. Hij is misschien wel 10, 20 jaar oud. Dan denk je van, waarom koop Luc deze camera? Ik koop hem niet, ik heb hem gekregen. Hij is niet echt van mij, maar hij is van mijn vader. Ik vind deze camera super handig, omdat er zo handvat aan zit. Waaraan je hem kan vasthouden. En dat is echt super makkelijk. Deze camera heeft ook een draaibaar beeldschermpje. Dat kan je zo eruit klikken. Zo. En dan kan je alle kanten opdoen die je maar wilt. Als je aan het vlog bent, is het wel anders. Hallo! 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 Je kan dit beeldschermpje ook, zeg maar zo, als je het zo als vlogstand hebt... Kan je hem zo klikken en dan heb je gewoon één goede camera. Je kan hem natuurlijk ook gewoon zodat je van onder kan kijken. Als je zo zit te filmen. Dan kan je zo lekker kijken. En deze, als je dit beeldschermpje dicht doet, gaat hij automatisch over naar deze kijker. Hier kan je ook super mooi naar kijken. En kan je super mooie foto's maken. Dus ik maak even een foto voor jullie. Kijk, helaas zit er nu geen geheugenkaartje, maar zo ziet het beeld eruit. Super goede kwaliteit en als jij nou deze camera wilt, dan moet je zeker even naar deze camera gaan kijken. Ik vind dit gewoon een hele goede camera. En je moet natuurlijk wel een geheugenkaart in doen. De geheugenkaart doe je hierin. Dit is ook super handig. Hier zitten alle dingetjes die je nodig hebt voor deze camera. Dit klik je zo open... En dan kan je hier mooi de geheugenkaart noemen. Volgens mij, als je deze koopt, zit er ook een geheugenkaart bij. Dus het is een super mooie camera. Hier zit ook een dingetje. Dan stop je een kabeltje in. En dan kan je gewoon aan je computer aansluiten. En dan kan je er ook foto's en filmpjes van afhalen. Hier in dit vakje. Het is niet allernieuws, dus er zit geen HDMI in. Dus dat vind ik nu eigenlijk wel jammer. Maar... Er zit wel een kabeltje in. Die heb je in alle tv's, hoop ik. Dan kan je hem aansluiten. Dan kan je jouw beeld op de tv zien.
Wat ik wel jammer vind aan deze camera, dat die zo zwaar is en dan kan je niet goed vloggen. Maar we kunnen het er wel even mee doen. Want als je een stuk tv bekijkt, dan zie je ook vaak dat zulke zware camera's worden gebruikt. Zelfs nieuwer worden ze gebruikt. Zwaarder. En je ziet ook van die mensen rondlopen van ik denk van, waarom lopen die? In ieder geval, dit is een super mooie camera. Dit is dus de PowerShot SX10. IS. Is, zeg maar. Het is een super goede lens. Dan moet je eens kijken hoe ver hij eruit kan. Er lijkt heel erg iets anders op. Nou ja, daar bespreken we het maar even niet op. Dus ik kan super ver inzoomen. En er zit ook nog eens hierin zit een lens zelf, zodat hij nog verder kan inzoomen. Eens kijken hoe ver hij kan inzoomen. Oké, hij kan heel ver inzoomen. Je kan er super mooie foto's mee maken. En als je de beeldkwaliteit wil zien, dan moet je zeker even de vlog op het Luc van KW kanaal kijken. Wil je nou meer van deze video's zien? Schrijf er even in de reacties. Ik wil meer van deze video's zien wat ik van producten vind. Ik heb dit eigenlijk, komt het zomaar uit mijn hoofd van, dat wil ik ook doen. Waarvan? Ik weet niet meer wat voor kanaal het is. Nou ja, jullie zien het wel, wat voor kanaal het is. Ik zal het dadelijk later wel vertellen. Hier zit ook over het draaiknopje. Want hij is voor meer dingen. Kijk, je kan hem ook op de videostand zetten. Dan maak je mooiere video's voor een mooier resultaat. Hij stond ook net op de videostand. Nee. Dit is een handige inzoom ding. Zo in, uitzoomen, drukken op om foto's te maken. Ze hebben gewoon overal aan gedacht. Als je hem zo kan vasthouden, dan kan je ook gelijk hier aan denken. En hier kan je alle bedieningsknoppen zitten hier. Hier zit de filmknop. Dat is wel jammer. Tenminste, het is wel handig, want dan hoef je hem niet helemaal op de filmstand te zetten. Maar dan klik je gewoon hierop. Ik heb ook nog een andere camera, maar dan moet je per se op de filmstand neerzetten. En hier kan je hem ook op nachtstand zetten, dat hij zo licht mogelijk gaat filmen. En dat kan je dan bij die andere camera niet. Dus als je dan meer van deze video's wilt, schrijf het even in de reacties. Ik vind het zelf heel jammer dat er geen video's meer online kunnen komen. Deze video is eigenlijk niet alleen van Lucky en Benny, maar deze ook gelijk van mijn eigen kanaal, Luc van Kwaadwegen. Dus wil je meer van deze video's zien van mij en Benny of van mijzelf, schrijf dan even in de reacties. Ik heb meer leuke dingen om over te vertellen. Deze laptop. Als jullie daar meer over willen weten, schrijf dan even in de reacties of je meer wil weten over deze mooie, lichte, handige laptop die je zo open kan doen. Dit was de video tot nu toe. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik zit natuurlijk nu op mijn kamer. Benjamin zal heel verbaasd krijgen van, hoe kan er in deze video op ons kanaal staan? Nou, ik maak een hele leuke video natuurlijk. Schrijf even in de reacties als je meer van deze video's wilt. En ik zeg zoals altijd, later.